Dus dat wat je net zei, mag je nog een keer herhalen? Hi, ik ben Van, ik ben 9 jaar. Ik zit op dansen, zingen, acteren en scouting. Ik speel in Christmas Carol van de Dutch Stone Dance Division de rol van Kleine Kees. De auditie van de rol van Kleine Kees was op tv. Toen moesten we even wat doen. Heel veel dingen die we eigenlijk deden was niet op tv te zien. Dus het was wel veel kleiner op tv dan het in het echt was. Maar het was wel leuk om te doen. Er speelt ook iemand anders die ook auditie heeft gedaan. Een andere rol in de Christmas Carol. Dus dat is wel leuk dat je elkaar dan weer ziet. En er zijn ook twee kinderen uitgekozen voor de rol van Kleine Kees. Dus ik ben niet alleen over de rol van Kleine Kees. Het verhaal van Kleine Kees is eigenlijk, hij heeft een ziekte waardoor zijn been het niet goed doet. En daardoor kan hij niet goed lopen. Zijn vader heeft niet zoveel geld, waardoor hij niet kan betalen om zijn been beter te maken. En het huis en al die dingen. En Scrooge betaalt hem niet genoeg. Dus daarom heeft hij te weinig geld voor Kleine Kees. Ik vind ze heel goed in dansen. Ik zou later ook zo goed willen worden in dansen. Ze zijn ook heel professioneel. En ze kunnen ook heel goed acteren. Ik vind ze denk ik wel een van de beste dansers van de Dutch Stone Dance Division zelf. Ik denk dat ik het allerleukste in de voorstelling wel vind, het zingen. Want dan heb ik een hele zangsolo. Dan kan ik me gewoon laten zien wie ik ben en waarom ik dit doe. Omdat ik zingen ook heel leuk vind. Maar dan sta ik gewoon heel mooi op het podium in het midden. Gewoon, dan ben ik de ster van de show. Ik denk dat ik het allerspannendste wel vind. Het vallen van ons huis af, want dan doen we een spel. En dan vangen ze me wel op. Maar dat is wel spannend. Maar ik moet wel doen dat ik het leuk vind. Dus dat is soms wel heel irritant. Want dan denk ik in mezelf, waarom doe ik dit? Nee, niet nu. Er komen ook familieleden naar me kijken en mensen die ik ken. Zoals mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn oma, mijn andere opa en oma. Mijn logopedist van vroeger. Voor de rest weet ik eigenlijk niet. Volgens mij mijn leven ook. Mijn tante, mijn oom, voor mij ook. Ik weet gewoon dat echt niet heel veel meer. Het zijn er al best veel. Ja, er zijn volgens mij nog meer, maar ik weet niet wie dan. Ja, zeker. Ze waren daarvoor ook al trots op me. Ze vinden het fijn dat ik het leuk vind. Maar ze doen wel echt alles voor me. Ze rijden voor me heen en weer. Ze zijn topouders. Maar voor die kerstmoment is denk ik, als Scrooge iedereen dan weer, dat Scrooge dan weer geld geeft en dat het dan een feest is, dat iedereen weer blij is. Dat ze eigenlijk weer gelukkig moment is. Dat ze allemaal weer blij zijn eigenlijk dan weer.